Te midden van de boetedoelende vraatzuchtige ontmoet Dante zijn jeugdvriend Forese Donati. Uitgemergeld door honger en dorst in de buurt van bomen met onbereikbare vruchten. De twee vrienden voelen zich gesterkt door hun ontmoeting die zich geheel afspeelt rond het thema genegenheid en eindigt met het elegische beeld van Forese's vrouw Nella, die met haar voortdurende wenen de straf van haar man heeft weten te verminderen. Plotseling liet een schim vanuit de donkere diepte van zijn hoofd zijn blik op mij vallen en bleef mij strak aankijken, waarna hij luidkeels riep: "Wat is dit voor genade?" Aan zijn gezicht zou ik hem nooit hebben herkend, maar zijn stem maakte onmiddellijk duidelijk wat door het gehavende uiterlijk verborgen werd gehouden. Deze flits van herkenning ontstak in mij de herinnering. En de herinnering zorgde er op haar beurt weer voor dat ik het gezicht dat zo veranderd was terugkende. En ik zag dat ik oog in oog stond met Forese. "Ach," zei hij smekend, "let niet op mijn uitgedroogde en verbleekte huid, nog op mijn gebrek aan vlees, maar vertel mij de waarheid over uzelf en zeg mij wie die twee zielen daar zijn die u vergezellen. En laat u niet weerhouden om tegen mij te spreken." Ik antwoordde hem: "Uw gezicht, dat ik al heb beweend bij uw dood, maakt mij nu niet minder aan het schreien, nu ik zie hoe deerniswekkend het is toegetakeld. Zeg mij dus in godsnaam wat de reden is dat gij hier zo vermagert. En doe mij een plezier. En laat mij, zolang ik me hierover verbaas, niets zelf zeggen. Want het is nu eenmaal zo dat iemand die vol is van een ander verlangen, maar slecht kan vertellen." Forese gaf mij daarop de volgende uitleg: "Er daalt van Gods eeuwige wijsheid in het water en de boom die we zojuist achter ons hebben gelaten een kracht neer die er de oorzaak van is dat ik zo vermager. Al deze mensen die gehuilend hoort zingen omdat ze op buitensporige wijze gehoor hebben gegeven aan de gulzigheid, maken zich hier door honger en dorst weer heilig. De geur van de vruchtdragende boom en van het water dat zich over zijn groene loof uitsprenkelt, ontsteekt in ons de lust tot eten en drinken. En wanneer wij deze omgang doorlopen, gebeurt het niet één, maar meerdere keren dat onze pijn zich hernieuwt. Pijn, zeg ik, maar ik zou eigenlijk troost moeten zeggen. Want wij worden hier naar de bomen gedreven door hetzelfde verlangen als dat waardoor Christus aan het kruis blij Eli uitroept, toen hij ons door zijn bloed bevrijdde. En ik zei: Forese, sinds de dag dat gij de wereld voor een beter bestaan hebt verruild, zijn er nog geen 5 jaar verstreken. Als het vermogen om te zondigen in u pas een einde vond op het moment van het oprecht berouw dat ons weer met God verenigt, hoe zijt ge dan zo vlug hier gekomen? Ik had verwacht dat ik u beneden aan de berg zou hebben aangetroffen, waar tijd met tijd wordt uitgeboet." Hij antwoordde dat ik zo vlug hier ben om de zoete alsem der folteringen te drinken, komt door het onafgebroken schreien van mijn Nella. Met haar godvruchtige gebeden en verzuchtingen heeft ze mij weggehaald van de helling waar men wacht en mij bevrijd van de andere omgang.